Ik ben Stijn van Antwerpen en ik presenteer vanuit het IT-circuit in Assen live het weerbericht voor Assen en de wijnomgeving. Het weer voor afgelopen week, ja, we hadden toch wel met bewolkt weer te maken en een temperatuur die nog steeds te laag voor de tijd van het jaar zit. Want de temperaturen die lagen zo rond de 10 tot 12 graden. En de normale temperatuur voor de tijd van het jaar moet zo rond de 16 à 18 graden liggen. Ja, dat is toch best wel een groot verschil. Nou, het weer van afgelopen Hemelvaartsdag, we hadden te maken met veel bewolking. En nog steeds een temperatuur die voor de tijd van het jaar nogal best wel laag lag. Want de temperatuur die kwam ook daar zo rond de 12 graden uit. En normaal is dat zo'n 16 tot 18. Maar goed, toch was het wel een dag waar af en toe wel de zon scheen, maar de bewolking wel overheerste. We staan nu live bij het IT-circuit in Assen, waar op dit moment de trainingen worden gehouden voor Simulé Q in Assen. Nou, vanavond dan worden die trainingen gehouden in Assen en daarbij zullen er ook enkele demonstratierondes worden gehouden. De temperaturen die liggen dan zo rond de 7 graden tegen 8 uur en de bewolking die blijft toch wel overheersen, maar ja, misschien dat de zon er wel even doorheen kan komen. Nou, vanavond en vannacht dan wordt het een frisse nacht, met name in de nacht. Het is dan wel even belangrijk, als je dan nog even naar de stad toe wil, om dan wel even een vest mee te nemen. Ja, want het wordt echt koud. Want het kwik gaat dalen tot ongeveer 3 graden. En morgen overdag dan hebben we nog steeds met veel bewolking te maken. En een maximumtemperatuur van zo rond de 13 tot 14 graden. Zondag dan hebben we met een hele mooie dag te maken. De bewolking die overheerst dan nog wel een beetje. De zon die komt er ruimschoots bij. En in het zuidoosten van Drenthe, of zuidwesten van Drenthe, kan het zelfs 16 graden worden onder goede omstandigheden. Terwijl het in het noorden, noordoosten en een stukje zuidoosten maar 14 tot 15 graden wordt. En dat daar maar een glimp van de zon te zien zal zijn. De wind die komt erbij uit het zuidwesten en is dan later wel weer naar noordwestelijk en is dan matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht dan is het nog steeds behoorlijk koud. Doordat we nog steeds met die noordwestenwind te maken hebben, zal het kwik gaan dalen tot ongeveer 2 tot 3 graden. En daarbij is er aan de grond ook fors mogelijk. Dit was Stijn van Antwerpen. Volgende week ben ik er weer met een nieuw weerbericht voor Assen en de wijde omgeving.